Ook de opleiding van de zorgprofessional verandert mee. Zo bedenken studenten toegepaste psychologie projecten om het thuisgevoel van mensen met dementie te bevorderen. Binnen het verzorgingstehuis van dagelijks leven vinden ze het erg belangrijk om het thuisgevoel juist te benadrukken. Dus dat wil zeggen autonomie te behouden, eigen regie te kunnen geven. Om een voorbeeld te noemen, mensen met dementie kunnen zelf nog bepalen wat ze op een boterham willen. Dat is dan een klein zwart-wit voorbeeld misschien, maar het geeft wel duidelijk weer dat mensen met dementie zelf nog heel veel kunnen. Ik denk dat zorgmedewerkers inderdaad geneigd zijn om op een automatische piloot te werken. Want zeker als je al zo lang in een bepaald vak zit, dan is het gewoon een gewoonte om bepaalde handelingen te doen. Ik wil jou nu muntjes geven. Het zijn er 10. Ja. En ik wil jou vragen om elke keer dat je niet volgens het thuisgevoel handelt, volgens jouw eigen gedachten, ja, dat je een muntje inlevert. Zou je me een voorbeeld kunnen geven wat geen thuisgevoel is? Ja, ik kan bijvoorbeeld zeggen dat zorgmedewerkers wel eens binnenkomen bij een bewoner in hun kamer zonder aan te kloppen. Nou, ik kan me voorstellen dat dat geen thuisgevoel geeft, want hoe zou jij het vinden als iemand bij jou thuis binnenkomt zonder aan te kloppen? Als je moeder bijvoorbeeld dementie heeft en die woont nog wel thuis, dan zou je moeder het ook fijn vinden als er nog wordt gevraagd van wat ze bijvoorbeeld op de boterham wil. Zonder zomaar een boterham voor te schotelen die ze misschien niet eens lekker vindt. Het is belangrijk omdat mensen met dementie ook gewoon mensen zijn, net zoals jij en ik. En dat wordt wel eens vergeten in de maatschappij op dit moment. Dus daar zouden we met z'n allen steeds meer aan moeten werken, denk ik.